in een gezellig slootje. Niemand om ons zien, je niet alleen, 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 alleen. Ik roei de laatste... Wij zijn eventjes aangemeerd, je ziet ons bootje niet, maar er ligt dus achter die boot in Burgum. En wat je hier hebt is een heel leuk strandje. Nou, we gaan zo even wat lunchen en even een boomplasje laten doen en dan varen we weer verder. Maar ik zal jullie even het strandje laten zien. Nou, dit is het strandje. Dan heb je daar nog een eetentje en boven verder voor de kinderen ook genoeg te doen. Nou, er zit een cafetaria aan de ene kant. Maar binnen is het ook heel leuk vertoeven. En buiten ook. Met een prachtig uitzicht. Nou, we hebben heerlijk geluncht bij restaurant Klein Zwitserland op het terras. Het is nog 25 graden. Goed eten, lekker eten. En ook een hele vriendelijke en vlotte bediening. En daar ligt ons bordje. En we gaan weer verder. Wij lopen nu even richting de sluis, waar wij morgen door moeten.
best bij me. Hij blijft bij me. Hij is weg. Oké. Nou, vandaag hebben we best wel lang gevaren. Voor 11 tot nu, en nu is het 5 uur. Dus dat was een lang tochtje. Even wandelen en dan ga ik lekker koken. Nou, op dit punt komen dus drie kanalen bij elkaar. Zit hier ook nog een terrasje. Nou, dat is dus de eerste bebouwing van het Dokkumer Nieuwe Zeilen. Het was in gebruik als herberg en logement. Ook de visafslag vond hier plaats. In 1920 is het dus vernieuwd. Prachtig ronddak. Het zit alleen dicht. Leuke kunstwerkjes. Nou, dan gaan we daar de trap even op en kijken bij de sluis. Want daar moeten we morgen doorheen. Nou, ik dacht dat wij door deze sluis moesten, maar... die stroming is hier. Dit sluis is afgesloten vanwege het spuiwater. En de andere sluis gaan we morgen doen. Nou, en je ziet het. De stroming is hier heel heftig. Wel een hele mooie sluis trouwens. Nou, we gaan naar de andere sluis waar wij morgen doorheen moeten. En hier de gedenknaald. Dokkumer Nieuwe Zeilen.
Nou, 1770 stond het noordoosten van Friesland onder water als gevolg van de kerstvloed met 14.000 doden, waarvan 150 in Friesland. Het gewest Friesland besloot daarom om de zeearm die tot aan Dokkum liep, het Dokkumerdiep, af te sluiten door het aanleggen van een dijk. Nou, dit is dus de sluis waar we morgen doorgaan. Nou, je maakt het schip vast. Zie je dat? In de muur zitten een soort kleine boogjes waar je touw omheen kunt slaan. En zo te zien gaan we morgen zakken. Nou, de sluis deuren. En dan gaan we daar naartoe. Maar goed, ik zal het morgen filmen. En de sluis van de andere kant. En daar varen we dus morgen in. Nou, en we gaan weer terug wandelen. Het zonnetje schijnt nog mooi. Dan ga ik ze even lekker koken. Nou, de Willem Loeren schutsluis. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, het is 150 meter ten zuiden van de sluis de Willem Loeren schutsluis aangelegd. Nou, met de schutsluis kan het scheepvaartverkeer worden geschud van het ene naar het andere water. Nou, de sluis wordt vooral gebruikt voor pleziervaart. Maar onder wij. Op plezier gaat. Hallo allemaal. Nou, ik ga vanavond koken. Wat gaan we eten? Nou, gebakken aardappeltjes. En een broccoli doen we ook bij in de pan. Nou, daarbij eten wij rucola. Dan doe ik een beetje olijfolie en een beetje peper en zout. En nog een filet mignon. Dus dat wordt heerlijk. Dus ik ga aan de slag. Nou, dinner is ready. Filet mignon. Op een beetje van rucola.
aardappeltjes, gebakken aardappeltjes met broccoli. En een beetje kaas eroverheen. Dus eet smakelijk. Een gezellig slootje, niemand om ons zien je niet alleen, 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 alleen. Ik roei de laatste.